Het wordt leger en leger in het trainingsbad van het Pieter van den Hogeband Zwemstadion. Er vertrekt opnieuw een zwemster uit Eindhoven. Na Femke Heemskerk gaat nu ook Monique Nijhuis weg. Ze gaat zwemmen in het Engelse Plymouth, dat laat de KZB weten. Ze gaat naar Engeland omdat ze daar een meer ervaren trainer heeft op haar favoriete onderdeel, de schoolslag. Ze zal daar ook gaan trainen met de huidige Olympisch kampioen op de 100 meter van dat onderdeel. In Eindhoven treedt nog wel Ranomi Kromovi Jojo. Zij is bezig met de voorbereidingen op de Olympische Spelen van 2016.